trekt de wereld jou meer? Trekt de wereld mij meer? Ja, ja, ja. De dingen in de wereld? Ja, tuurlijk. Hoe gaat Rotti? Nou, algemeen. Kijk, kijk. De Bijbel leert mij van dat wij wandelen als vreemdelingen in deze gebroken wereld. Dus eigenlijk is dat voor ons... Ja, sorry, voor mij is dit gewoon om te spreken zo. En ik snap, als ik dat niet gewend ben, dat je denkt bij sommige dingen, wat bedoelt hij nou? Dus, anders dan. Ja, 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 nou, ik zal het een beetje proberen. Gaan we over. En met alle respect op Jippe en Janneke. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Vind je eigen leven en de dingen in de wereld, je werk, vrienden, uitgaan, dat soort dingen, belangrijker als serieus God zoeken? Ja. Nou, dat bedoel ik met trek de wereld meer. Dat is dat de wereld meer trekt, de wereldse dingen. Je ziet alles wat vergaat. Ja. En dat heeft jouw focus op dit moment. De dingen die vergaan, ja, zeggen. Ja. Oh ja, ja, dat klopt wel. Ja, ja. En dat is een wereld van verschil. Ten opzichte van wat, hoe u erin staat, ten opzichte van wat God te bieden. Het gaat niet om mij. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En daar strek ik me naar uit. Ja, en hoe doet u dat dan? Onder andere door hier te staan. En nog meer? Ja, heel je leven richt zich daarna. U stelt uw leven in het teken van... In dienst van hem. Ja. 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 En nu ben ik behoorlijk godsvrezend. Vrezend? Godvrezend. En dat is godvrezend. Dat is niet, ik loop sidderen van God, maar het besef dat hij God is en ik een mens. Nou zo, dus niet dat je bang bent voor hem of zo. Een gezonde vrees noem ik het. Okay. Ontzag. Ontzag is eigenlijk... Oh, ontzag. Ontzag, ja, ja. En wat het mij veranderd heeft, in plaats van op de wereld gericht zijn, op geld gericht zijn, op ik, mijn eigen belang, en natuurlijk wel vrienden ook, maar... ik heb een bak zachtmoedigheid gekregen. Geduld. Maar dat krijg je niet. Weet je, ik ben op een gegeven moment gaan bidden van Heer, geef me alsjeblieft meer geduld. En dan is het niet zo dat je hier heb je geduld. Nee, God gaat jou omvormen. Dus hij gaat jou in meer situaties brengen waar jouw ongeduld op komt borrelen. En jij gaat het leren om de controle te krijgen. Je gaat een weg met hem. Oké, maar u voelt zich daar wel prettig bij dus? Ik voel me daar gezegend bij. Ik heb rust, vrede. Ik heb 25 jaar gebloot, hè. Ik ben 4 jaar elke dag stronken geweest. Weet je wat dat is, stronken? Stronken? Nee. Combinatie van wiet en alcohol. Ik hoor wel vaker dat de mensen die die combinatie hebben gehad of zo, of alcohol, ja, of drugs, ja, dat die op een gegeven moment... God vinden dan. Weet je wat ook Jezus zegt ook in de Bijbel? Ik kom voor de zieken. Ik kom niet voor degenen die gezond zijn. Ik kom voor degenen die ziek zijn. Misschien dat daardoor de opvatting tussen u en mij dan daar ook wel anders is? Kan, kan. Want ik voel mij op elk vlak wel gezond. Maar jij hebt een... Zover als ik het inschat, hè, en vergeef me als ik het verkeerd heb, maar jij hebt een redelijk stabiel leven, neem ik aan. Ja, ja. Ja, dat was bij mij totaal anders. Ja. Dus, en dan 46 jaar een bepaalde weg. Oké. Okay. Nou, dat is wel een ander levenspad. Ik heb een totaal ander levenspad gehad. Andere insteek dan ik dacht. Ja, wat dacht je dan? Nou ja, dat mensen voor die hooggetuigen die dan... opdringen dat je... Ja, maar weet je, als ze denken vaak dat ik een Jehovah getuige ben, of van de deur. Nee, ik ben juist niet van de kerk. Het besef wat Jezus voor mij heeft gedaan, op Golgotha, dat is bij mij zo diep ingedrongen, dat niet ik leef meer. En natuurlijk heb ik daar... ik strek me eruit en dat is vallen en opstaan. Ik doe het niet perfect. Maar ik strek me er wel naar uit. Ja, dat is goed hoor. En daarvoor sta ik hier, nou, met jou te praten. Nou ja, en dan denk ik sowieso de manier van dat verkondigen als hij dat gelooft. En niet opdringen op een opdringende manier. Helpt ze sowieso al.
omdat ik me bewust ben, het is niet mijn werk. Als jij tot God komt, als jij tot hem keert, dan is het God die jouw hart aanraakt. Ja. En hij gebruikt mij als spreekbuis. Dat is mijn enige taak. Ja. Vertellen. Ik hoef jou niet over de streep te trekken en ik ga het helemaal niet proberen. Nee, dat moet ik zelf doen. Precies. Ik geloof in dat levende, krachtige woord. Nou ja, het is wel iets waar ik even bij blijf vandaag. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, hey, maar heb jij een Bijbel? Een Bijbeltje? Bijbel? Ja. Hoe bedoelt u dat? Een fysiek boek? Ja. Ja, thuis. Ergens wordt gepleegd van mijn oma. Lees hem wel? Zou je hem niet eens willen lezen? Ken je een beetje de Bijbel? Nou ja, op school heb ik ook die Bijbelverhalen gehoord. Dus ja. Ergens wel. Hey, ik zou bijna zeggen, het gaat hier om jouw ziel, hè? Jouw ziel op eeuwigheidswaarde. Mijn ziel op? Heeft eeuwigheidswaarde. Oh. Jij bestaat uit lichaam, ziel en geest. Je hebt je levensadem van God gekregen. Niet van je moeder. Jouw moeder heeft jou gebaard. En jouw ziel gaat weer terug naar je schepper. En wat gebeurt er daarmee? Wat er exact gebeurt, weet ik niet, maar mij om bepaalde kennis. Nee. Hoe het exact is. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal toch. Een beetje multi-interpreteerbaar. Nou, maar dan ga ik ook niet hoogmoedig zeggen, oh ja, zo. Nee, ik weet het niet. Sorry. Nee, nou, goed hoor. Ja. Hé, maar daar gaat het om. En als jij je hoofd hier neerlegt. Nou, misschien komt er ooit zo'n moment dat hij. Ja, maar jij weet niet wanneer dat komt. Nee. Jij weet niet wanneer de dag komt dat jij je hoofd hier neerlegt. En als dat wel komt en ik geef me dan over wat waarschijnlijk zal gebeuren, dan is dat ook goed, toch? Ja, maar dan ben jij niet in eeuwigheid begonnen. Ja, als ik niet per se dat nu verlang. Nee, maar weet je waar het om gaat? Je hebt geen besef waar je dan in terecht komt. Nee. En vraag me niet hoe het exact is. Maar ik kan je wel zeggen dat het echt niet aangenaam is. Maar weet u wel waar ik terecht kom? Ja. Weet u er zeker van? Hoe weet ik dat zeker? Ja. Dat is... Dat hij zeker weet hoe ik terecht kom, dat het niet fijn is. Ja. Maar hoe weet je dat dan? Dat zijn de beloftes van God in de Bijbel. Maar ook als je leeft naar zijn waarden, zonder dat je zegt dat geloof? Even wachten. Ook als je leeft naar zijn waarden... Ja, je hebt toch een christelijke waarde, zoals die Mozes heeft opgesteld. En als je... Tuurlijk, ik steel niet, ik heb lief, dat soort dingen doe ik niet of wel. Oké, okay, maar... En toen zei mijn oma ook wel, dus ja, maar als je niet gelooft, kun je ook niet in de hemel. Nee, maar jij noemt nou dingen uit van de 10 geboden. Ja. Oké, okay, maar Jezus is gekomen om die wet te vervullen. Die wet geldt nog wel, maar Jezus heeft hem vervuld voor jou. Hoe bedoelt u dat hij wat heeft gedaan, heeft de dood te sterven? Hij heeft de dood overwonnen. Oh zo. En als hij met hem leeft, leef hij, want dan word je ook verzegeld met de Heilige Geest. Dan leef je in de vrijheid van de geest. En niet in de gebondenheid van de wet. Dat is een gigantisch verschil. Ja, dat is een mooi gezegd. En als jij gelooft. Jacobus zegt, dat is een van die boeken in het Nieuwe Testament, die zegt, een geloof zonder werk is een dood geloof. Dus jij kunt zeggen, ja, ik geloof in God. Ja, nee, ik kom wel in de hemel. Ja, ik geloof dat hij bestaat. Nee, ik ga gewoon mijn eigen weg, maar ik geloof dat hij bestaat, ik kom wel in de hemel. Dan ga ik je uit je droom helpen. Want Johannes 3, vers 36, die zegt, wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Hey, dat is een bemoediging voor jou. Maar nou komt het tweede gedeelte. Dat noemen we vers B. Hè? Wie de Zoon ongehoorzaam is en zijn geboden niet opvolgt, heeft het leven niet. En de toren van God blijft op hem. En dat is het. Hoe begon u die zin? Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Ja. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is. En wanneer ben je ongehoorzaam? Ja, dat hoor ik graag. En zijn geboden niet opvolgt. Daar gaat het om. Als hij dat Nieuwe Testament een keertje gaat lezen, alsjeblieft doet het, jongen. Want
op je hele leven, ik hoop dat je een lang leven hebt, is het zo'n split second. En het is echt van levensbelang, want dan kun je een bewuste keuze maken. Nu maak jij een keuze vanuit, met alle respect, onwetendheid. Ja, dat is wel waar. Maar aan de ene kant, ik heb niet nu de behoefte om dat te doen wat u zegt. Van, maar dat hoef je ook niet, omdat ik dat zeg. Nee, dat moet van misschien in de ziek komen. Maar je kan wel, wat je kunt doen, is een moment pakken, vanavond of wanneer jij wil, dat je gewoon, hoe bouw je een relatie op? Door te praten. Door te praten leer je elkaar beter kennen. En voor je verstand klinkt dat heel raar wat ik nu zeg, maar ga praten met je levende God. Ga praten met Jezus. Hij leeft, hij houdt van je. Op dat moment wacht hij. Hij gaat je vragen beantwoorden. Maar op zijn manier, op zijn tijd. Maar op zeker dat hij ze gaat beantwoorden. Die garantie geef ik je. Ja, ik zal er eens over nadenken. Ja, mag heel goed de zegen over je uitspreken. Ja, oké, wat is uw voornaam? Luwe. Luwe? Ja. Luwe, wat een bijzondere naam, ja, Luwe. Uit Friesland. Uit Friesland? Ja, ah, uit Friesland. Al een uurtje komt mijn broer op het station aan. Zelf niet. Oké, okay, leuk man. Ja. En heb je die een tijdje gezien, je broer? Ja, een week. Ah, dat valt mee, maar daar heb je een goede verbinding. Ja, we zijn tweeling. Dus, mooi man. Ja. Lijk je echt op elkaar of zie je wel duidelijk? Ja, wel redelijk. Niet echt identiek, maar ja? Wel redelijk op zich. Hey, en hoe zit hij in het geloof? Beetje zoals jou? Of? Tegen of zo, maar de laatste jaren is hij wel meer van... filosofie en theologie geïnteresseerd geraakt. Ja, dat, weet je, dat is het gevaar. Dan? Ja, wijsheid van de wereld is dwaasheid van God. En jouw verstand, puur als jij op verstand gaat kijken, dan spreken dat soort dingen aan. Maar geloof is vertrouwen. Ja, okay. Geloof is eigenlijk overgave. Maar dat gaat zwaar tegen je eigen ik in. En dat gaat zwaar tegen je logica in. Neem dat van mij aan. Nou, ik vond dit gewoon een leuk gesprekje. Ik ga jou de zegen geven. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Heer, dank u wel dat we lovend, prijzend en erend bij u voor uw troon mogen komen. Dank u wel voor een mooi mensenkindje als Lieve. Ja. Als eerste bid ik dat u het bezoek en samen zijn met zijn broer wil zegenen. Maar als tweede, maar niet minder belangrijk, vraag ik voor uw ontferming over Lieve. Over zijn familie. Op dit moment vraag ik u, Heer, raak alsjeblieft Lieve aan. Maak u bekend van hem. Vult hem alsjeblieft met de Heilige Geest op dit moment, Heer. Dat u uw aanwezigheid mag voelen, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u me op dit moment aanraakt. Halleluja. Glorie van God. Ja, dit is God, Lieve. Nou ervaar je God. Hij toont zijn liefde aan jou. In Jezus' naam, amen. En dit is een rare gewaarwording, maar jij voelt sterke emoties. Maar je voelt wel wat. Ja, zeker. Ja. En dat is de geest van God die zich roert bij je. Nou, ik... Dus je hebt nog meer indruk op je gemaakt. Ja, zeg dat wel. Ja. Hey, dit lijkt me wel mooi om een keer met je oma te gaan bespreken. Oh ja, die leeft niet meer, maar... Sorry. Oh, dat maakt niet uit. Oké. Nee, maar ik denk dat het wel anders is. Toch anders is dat dan u, hoor. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, je bedoelt qua religie. Kerk. Dat is eigenlijk wel erg in de kerk zo. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is Ja, maar dat is het grootste gedeelte van de gelovigen. Dat is het grootste gedeelte. Die geloven. Die zeggen ook, pastoor of dominee, ja, die weten wel, die hebben een lijntje met God. Maar weet je wat mooi is, Willem? Jij kan dat lijntje met God hebben persoonlijk, want daar is die voor bedoeld. Ja. In ieder geval bedankt, meneer. Jij ook, bedankt voor je geduld, je gesprek en... Dik mensenkindje, Facebook. Ja. En wie weet, hoor ik je nog een keer. Goed, meneer. Godzegen.